Ja, welkom terug bij Cultuur in Actie. Een nieuw gezicht. Mijn naam is Richard Groenendijk. En tot een uur of tien ben ik vanavond uw presentator. En dat vind ik heel erg leuk. Ik heb het van de week al een keer gedaan. En er was een uitvaller. Ik denk, jongens, dat gat spring ik in. Want ik vond het zo'n bijzondere dag van de week. Dus nou ja, bij mij aan tafel mijn eerste twee gasten. Ik zei het net al tegen jullie, altijd spannend. Van theatergroep Vis-à-vis, Marianne Seijnen. Actrice en, nou ja, volgens mij het creatieve brein, mag ik dat zo noemen. Eén van de... Inderdaad. En zakelijk leider Klaartje Wierbos. Marianne, om bij jou te beginnen. Hoe gaat het met jullie? Nou, heel wisselend eigenlijk. We hebben allerlei scenario's bedacht wat we kunnen doen. We hebben ook het hele programma omgegooid. Want we zouden eigenlijk robots spelen deze zomer. Een grote voorstelling. Een grote buitenvoorstelling is dat. Ja. Voor veel publiek. Voor een grote tribune. En nu de laatste week lijkt het erop dat we toch gaan spelen. In augustus en september. Dat is 95% zeker. Voor veel minder mensen natuurlijk. We hebben een tribune van 720 mensen. Dan stellen we die open voor 120 mensen. Ja. En we zijn nu bezig met de protocollen voor het publiek, maar ook voor onszelf. Want zelf moeten we ook zorgen dat we 1,5 meter afstand houden. Dus we hebben nu het stuk robot speelt zich af in de toekomst. Als de mens te maken heeft met robotica en een cybermens in zijn huis heeft, hebben we dat nu ook geplaatst in een tijd dat er ook een pandemie aan de hand is. En dat dat eigenlijk al... is ingespeeld op de actualiteit. Ja, dat het actueel is, maar voor deze mensen eigenlijk ook heel gewoon is. Dus daar zijn we nu allemaal aanpassingen voor aan het bedenken. En dat vinden we eigenlijk ook heel erg leuk. Spannend is om te doen. Ja, het is eigenlijk best ook inspirerend. Want bepaalde dingen kunnen niet meer. Dus je moet het anders bedenken. Dus we hebben daar weer andere decors bij bedacht. Of andere scènes eigenlijk. Ja. Maar goed, Klaartje, een zakelijk leider. 720 mensen normaal op een tribune. 120. Ik neem aan dat jij daar niet zo blij mee bent. Nee, het was echt heel erg puzzelen. In het begin dachten we echt van, nou ja, we kunnen deze zomer niets doen. We hebben ook heel veel eigen inkomsten, veel kaartverkoopinkomsten, horecainkomsten. Dus we dachten, ja, hoe gaan we deze zomer mogelijk Want maken? Want even, dat weet ik even niet. Jullie zijn zelfreddend of hebben jullie wel overheidssubsidie? Wij krijgen wel wat jullie subsidie. Krijgen wel wat subsidie. Ja, veel eigen inkomsten, maar ook wel wat subsidie. Dus dat is fijn dat je daardoor je eigen je vaste lasten kunt betalen. Ja. Maar nou ja, we hebben veel gesprekken gevoerd met onze partners, sponsoren. En met hulp van bijvoorbeeld de Bank Giro Loterij, maar ook onze sponsor Amvest, is het toch gelukt om een sluitend plan te kunnen maken om deze zomer 120 mensen per avond te kunnen ontvangen. En hebben jullie dan niet het gevoel dat je de voorstelling een beetje teniet doet? Dat het, ik neem aan dat niet alles kan. We hebben niet het gevoel dat we hem teniet doen eigenlijk. Omdat we nu een nieuwe impuls hebben eigenlijk, dat er ook een pandemie is eigenlijk, denken we... we zijn nu allerlei oplossingen aan het bedenken die ook wel weer heel leuk zijn. Eigenlijk, maar bepaalde scènes zijn heel intiem eigenlijk. Ja. En daar moet je iets mee. Maar als je weet dat je 1,5 meter afstand moet houden eigenlijk, dan speelt dat ook mee. Dus dan als publiek herken je dat eigenlijk, dat probleem. Ja. Dus het kan daardoor ook schrijnend worden. Ook schrijnend worden, waardoor het meer laging weer krijgt. Ja, en omdat het zo inspeelt op de actualiteit, is het denk ik ook, nou ja, dat doet cultuur natuurlijk ook, dat je eigenlijk verbindend bent in het verhaal waar wij in zitten, waar wij nu ook allemaal in zitten, eigenlijk, in de actualiteit. Nou, wel mooi dat jullie met initiatieven komen. Want ik hoor zo links en rechts ook wel eens collega's die zeggen, ja, ik ben artiest, ik kan nu niks. En het kan misschien niet op de manier waarop je het gewend bent, maar ja. Nou, ik denk dat het grote geluk is dat wij een eigen locatie hebben. Een eigen tribune. Ja, dat scheelt. Dus je een kan eigen zaal. Dus maken. We zijn eigenlijk niet afhankelijk van een schouwburg. Nee. Of een schouwburg, die krabben ook in hun haar van wat ze nou eigenlijk moeten doen. En wij zijn eigenlijk eigen baas. Dus wij zitten met onze eigen spullen te kijken wat we kunnen doen eigenlijk. En omdat we het financieel rond hebben gekregen, we stoppen er ook wat spaargeld in. Oh ja, van je, want we willen wel spelen. Ja, maar, snap ik. Ja. Dus het is ook niet winstgevend. Het is eigenlijk ook, het draait kiet of het is verliesgevend. Nee, maar goed, je houdt in ieder geval de groep in stand. Ja. Het gezelschap. Ja, we houden de spirit erin. Ja. Je kunt het publiek nog steeds de voorstelling robot bieden. Je kunt je mensenwerk bieden. Je kunt ook gaan oefenen en experimenteren van hoe werkt het nou eigenlijk om mensen te gaan ontvangen op 1,5 meter. Dus dat waren eigenlijk allemaal redenen om wel en het blijft, te gaan doen. Het theater blijft leven. Het precies. Is niet dat jullie tent. Want waar zitten jullie? In Almere. In Almere zitten. Ja. Dat is jullie vaste stek en daar komt iedereen altijd gewoon naartoe. Ja. Dat is ook wel bijzonder dat jullie dat na jaren hebben bereikt.
Ja, dat is bedoel, ook bijzonder. Ik kan een vaste stek gaan zoeken in Rotterdam. Maar op een gegeven moment zijn ze wel klaar met me, denk ik. Dus dat vind ik, dat is op zich wel bijzonder, ja, ja, toch? Ja. Hoe belangrijk, Maartje, is het dat deze, nou ja, ik noem het bijna een soort manifestatie, maar dat deze cultuur in actie er is? Dat jullie hier aan tafel je woord kunnen doen? Ja, heel belangrijk. Want kijk, het is ons nu gelukt om iets te doen. Maar er zijn heel veel mensen die niet iets kunnen doen. Met hele duidelijke redenen waarom dat niet kan. En we zien ook bijvoorbeeld de vrije producenten, de vrije sector, de partijen die geen subsidie ontvangen. Hoe gaan deze periode doorkomen? Die hele sector die hangt ook in elkaar eigenlijk. Wij werken ook veel samen met partijen die bijvoorbeeld vrije producties maken of partijen die andere voorstellingen maken. Dus we moeten hier samen als hele sector doorheen gaan komen. Ja, nou, dat is mooi gezegd. En we hebben heel vaak gehoord vanuit de overheid en vanuit allerlei andere instanties en mensen die op tv roepen, creatief ondernemerschap, dat is heel belangrijk. Nou, als er nou één voorbeeld is die we hier de afgelopen dagen aan tafel hebben gehad van creatief ondernemerschap, dan zijn jullie dat wel met vis-à-vis. Dus echt mijn complimenten daarvoor. Ja, onder andere. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere mensen. Ik ben het heel erg met je eens, maar ik vind jullie wel heel erg eruit springen. Ik vind het erg bijzonder. Voor hoeveel mensen gaan jullie zo meteen hier achter een handtekening zetten? Voor 120 mensen. 120 mensen. We hebben 70 mensen die verbonden zijn aan de productie en aan vis-à-vis. En we hebben ook 50 vrijwilligers uit Almere die ook verbonden zijn aan ons. Dus vergeet ook namens mensen hun. Wel eens, hè? En die vrijwilligers is ook heel belangrijk, want dat is voor hun meer dan alleen maar die avond dat de voorstelling is. Het is voor beide eigenlijk. Voor hun sociaal, en voor ons eigenlijk. Snap ik. Je kan eigenlijk niet zonder. Nou, nee. Onwijs bedankt dat jullie hier waren vanavond. En wie gaat de handtekening zetten? Nou, ik wil hem al zetten. Ja, ga jij hem maar zetten. Oké. Dank je wel.